Nu rijdt het verkeer hier nog door, maar aankomende vrijdag wordt een aantal straten vanaf 4 uur rondom Artis afgesloten. Maar blijft Artis voor bezoekers wel toegankelijk. Dit is niet vanwege wegwerkzaamheden, maar vanwege feest. Het is namelijk tijd voor het jaarlijkse kinderbeestfeest. Kinderen worden met voertuigen van hulpdiensten naar Artis gebracht. Ik heb daarvan gehoord, ja. Ik ben het wel eens tegengekomen, dan kon ik er niet door, hè. Nee, heb ik niet zo gehoord, nee. Eerlijk gezegd niet, nee. Het kinderbeestfeest is een heel ongelooflijk mooi spektakelfeest voor chronisch zieke kinderen en daarbij hun gezinsleden. Dus vader, moeder, broertjes en zusjes. En we hopen dat die kinderen die dan komen op die avond een hele mooie, gezellige, maar totaal ontspannen avond gaan krijgen. Ze kunnen worden geschminkt, er is heel veel eten voor ze, er zijn speciale routes voor ze, er zijn speciale evenementen en dan moet je denken aan, ze kunnen spuiten met de brandweerslangen, ladderauto's. En we hebben eigenlijk een megaknaller, dat is het transport hierheen, het vervoer hierheen, vanaf de locaties waar de kinderen vandaan gaan komen. En dat is echt het grootste spektakel eigenlijk van het hele kinderbeestfeest. Er zijn 1250 genodigden. En we rekenen eigenlijk inclusief hun de gezinsleden op zeg maar 5000 gasten. In 1996 nam een verzorger van Diergaarde Blijdorp het initiatief om een jaarlijkse avond voor chronisch zieke kinderen te organiseren. In 2000 was de eerste editie in Artis. Inmiddels doen er niet alleen 15 Nederlandse dierentuinen mee, maar is het feest ook internationaal gegaan onder de naam Dream Night at the Zoo. Van Zuid-Afrika tot aan Japan, overal kunnen kinderen met een ziekte of beperking een mooie avond in de dierentuin beleven. Nou, hartstikke goed voor gehandicapte kinderen, ja. Dat wens ik alle langdurig zieken ook toe. Af en toe met bed en al de dierentuin in, dat kan hier. De prijsvraag van deze week luidt... In welk jaar was de eerste editie van het kinderbeestfeest in Artis? Vul op amsterdam.nl/wegwerkzaamheden het antwoordformulier in om kans te maken op zo'n mooi plaatje. En de winnaar mag zelf een foto kiezen uit de online beeldbank van het Stadsarchief. En de winnaar van vorige week is Vadim Markovski. Gefeliciteerd! In een parade met voertuigen van onder andere de politie, brandweer en defensie worden de kinderen vrijdag 9 juni naar Artis gebracht. En dit betekent dat er verkeersmaatregelen worden genomen. Vanaf 12 uur 's middags tot 11 uur 's avonds zijn in de plantage Middellaan en de plantage Kerklaan er geldt een wegsleepregeling. Vanaf 4 uur tot 11 uur zijn de straten rondom Artis afgesloten. Het kinderbeestfeest begint om 5:30 tot ongeveer 9:30. En voor meer informatie over het kinderbeestfeest kunt u kijken op kinderbeestfeest.nl. Wilt u meer weten over de werkzaamheden in de stad? Dan kunt u natuurlijk altijd naar amsterdam.nl/wegwerkzaamheden. Dit was het verkeer. Bedankt voor het kijken en tot volgende keer.